zijn hier in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar we stilstaan bij 10 jaar Totally Traffic. Een deel van het programma is voor wethouders en ambassadeurs die we enthousiast willen maken voor het lesaanbod in de scholen in hun gemeente. En we willen ze graag bijpraten over het gedrag van jongeren in het verkeer. Een belangrijk inzicht uit de psychologie is dat als je gedrag wil veranderen, in het verkeer bijvoorbeeld, dan wil je mensen niet alleen vertellen wat ze moeten doen. Dus er zijn ook allerlei andere manieren om gedrag te veranderen. En het is belangrijk om ook naar die manieren te zoeken. Uit ons onderzoek bleek dat de jongeren die te hard rijden eigenlijk uiteenvallen in twee groepen. Dus aan de ene kant een groep jongeren die min of meer onbewust en per ongeluk te hard rijden. We noemen ze ook wel de ongeduldige overtreders. En aan de andere kant een groep jongeren die echt willens en wetens te hard rijden. Die omschrijven wij als de riskante racers. En het is heel belangrijk om op het moment dat je het gedrag van jongeren wilt veranderen, om je dan echt heel goed in te leven in wie je voor je hebt. En je boodschap zo af te stemmen dat het ook echt past bij de belevingswereld van jongeren. Om op die manier dus te kunnen zorgen dat ze het gedrag veranderen. Je kan over verkeer nadenken vanuit het stadskantoor en goede plannen bedenken die goed uitvoeren. Maar het komt altijd aan op hoe iets bevalt in de praktijk. Want verkeer en verkeersgedrag is ook iets van de weggebruiker. Dus dit is heel goed om het zo te doen. Mijn ambitie als wethouder verkeersveiligheid is om vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers te helpen in het complexe verkeer. En dan denk ik met name dus aan vrijliggende fietspaden, aan voetpaden voor de deelnemers. De afgelopen 10 jaar hebben we met Totally Traffic veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Daarom roep ik overheden, scholen, leerlingen en hun ouders op om vooral door te gaan met verkeersveiligheid. Vaak nog maken jongeren mee dat er een verkeersongeval gebeurt. Dat is niet acceptabel. Samen maken we een punt van nul.